Hier achter mij zie je de kas van Stadslandbouw van Ruitenburg. En om de week op maandagavond wordt daar gekookt door een enthousiaste groep vrijwilligers. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Ik zelf vind die avonden altijd heel erg bijzonder. Mede omdat de meeste mensen aan die tafel elkaar dus niet kennen. Vanavond is het extra speciaal, want niet de vrijwilligers, maar een groepje raadsleden gaat koken. Ja, ik ben heel erg benieuwd of ze daar iets van gaan bakken. Zo, de man van het voorgerecht. Toch? Ja, zeker. Vertel eens, SP-soep. Een Thaise soep met de tomaten erin natuurlijk. En met verschillende soorten paddenstoelen. En met deze soep hopen we natuurlijk iedereen te overtuigen om SP te stemmen. Hoe is dat SP-soepje? Pieterend. Verrukkelijk. Ja, het smaakt geweldig hoor. Het smaakt geweldig. Hoe lang heb je hier nou op staan pruttelen? Hoe lang... Oh, je hebt het niet zelf gedaan? Op heel veel belangrijke zaken als dit kan ik niet zonder haar steun natuurlijk. Dus zij heeft het voornaam gedaan, maar zij is er ook gewoon veel beter in. Wat vond jij? Ik vond hem super lekker. Ja, super lekker is hij wel. Het is een beetje teleurstellend. Ik had een fel rode soep verwacht met een proefje room. Zo. Maar er zit wel tomaat in, toch? Jawel. Er zat één tomaatje. Arnoud Hoekstra, onze wethouder van cultuur. De SP heeft drie hele belangrijke speerpunten. De marktwerking uit de zorg geslopen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen, dat moet echt verdwijnen. De duurzame energieproductie, inklaringen. En was jij hier al eens eerder geweest? Zeker, ja. Ik vind het ook gewoon leuk en gezellig. Maar ik vind als politicus ook belangrijk dat dit soort voorzieningen er zijn. En dat mensen voor redelijk weinig geld toch gezellig en lekker kunnen eten. Na dat heerlijke soepje van de SP is het tijd voor de D66-snack. Zo is het maar net. Oh, daar zit de camera. Kaasstengels, geitenkaas omwikkeld in courgette, tomaat er ook in. Klein beetje SP erin verwerkt. Maar, voor de samenwerking. Voor de samenwerking. Sorry. Hectiek in de keuken. Het gaat helemaal goed komen. D66 zet zich in op vooral drie speerpunten. Dat is goed wonen, goed onderwijs en goed milieu. Koen Kegel, lijsttrekker van D66. Kende jij maaltijd op maandag al? Eerlijk gezegd niet. Nee, ik had hier nog nooit gegeten. Ik ga zeker ook binnen D66 voorstellen dat we hier misschien wel één keer per jaar naartoe kunnen gaan. Om zelf ook te koken. Dus ik zie mensen om me heen een beetje heen en weer. Van hey, is dat een goed idee of niet? Prima idee. Is dat leuk? Prima idee. Ja hoor. Dan gaan we dat doen. Zullen we dat met deze afspreken? Ja, ik wil ervoor zorgen. Ja? Nou, tot nu toe smaakt de buis zeker, moet ik zeggen. Is het een partij waar je veel van verwacht op het gebied van voedsel? Van voedsel? Nou, GroenLinks, hè. U vertelde net al dat u vooral onder de indruk bent van de aankleding. Ja, die vind ik heel leuk, heel sfeervol. En familiegevoel geeft het wel, vind ik. Ik kom hier eigenlijk al op dit gebied kom ik al 35 jaar eigenlijk, hier als tuinman begonnen. En ik ben geëindigd als beheerder kinderboerderij. Kok Auvergne gemaakt. Je zal zeggen, wat is daar nou lokaal aan? Nou, dat is niet zoveel. Dat geef ik zomaar toe. Dat is dat u in ons verhaal, in ons beleid, in de dingen die we doen, terug moet vinden de kracht en de kennis van de samenleving. De wijn komt erg naar voren, hij is heerlijk. Op Instagram hoor. Frans Hogendijk, lijsttrekker van Oostvlaardingen. Kende jij Mom al? Jawel, ik ken de Mom. Zeker. Was je al eens geweest ook? Nee. Dit is mijn eerste keer dat ik het beleefd heb. Ik stap eigenlijk net uit een discussie dat het toch heel erg op de man gespeeld wordt en niet op de inhoud. En dat gaat straks energie en tijd kosten om te kijken wie in staat is om over zijn eigen schaduw heen te stappen. Dit is mijn derde keer. Een keer weer verrassend. Leuke tafelgasten, leuke mensen die de boel draaiende houden. We eten met elkaar aan een lange tafel, lekker in gesprek met wie je maar wil. Ja. Woehoe!
Mijn naam is Lianne van Kalken en ik ben de lijsttrekker van GroenLinks. Ik moet eerlijk zeggen dat de dames van MOM mij geholpen hebben. Dus er zijn verschillende pavlova's. Ik ga ook gerust naar de andere taarten toe om daar een ander stukje van te pakken. Om juist met elkaar de verbinding op te zoeken en met elkaar de verschillende smaken en soorten te proeven. En dat is ook waar wij voor als GroenLinks voor staan. Heel leuk om hier met allemaal mensen te zijn en ik vind echt dat het goed is voor de stad dat dit hier is. En jullie zijn echt fanatieke mollen. Wij zijn trouwe gasten. Maandelijk. Ja, wij vonden deze avond helemaal geweldig. Hoeveel maaltijden hebben jullie nou per jaar? Een stuk of 20, schat ik. Ja, dus, zeker 20. Dan zitten er dus 20 keer 22 mensen aan die tafel. Ja. En dan hebben jullie nog dat je ook soms extra moms organiseert, toch? Ja, de gratis maaltijden, dat zijn zeker minstens 100 maaltijden per jaar. Het is gewoon leuk om zeker met een hobbykok te zijn en om dingen uit te proberen. En je kan mensen echt happy maken. Die zitten hier aan tafel, die zien elkaar misschien nooit meer, maar die hebben dus hele leuke gesprekken. En je ziet dus gewoon dat mensen het naar de zin hebben. En wat is er mooier dan iemand het naar zijn zin maken? Hoe deden de politici het dan? Boven verwachting. Ja, ze hebben het heel goed gedaan. Even gewoon heel eerlijk. Wie was het beste? Is iedereen? Het is geen wedstrijd. Ja, dat ligt er aan waar je van houdt. Hou je van zoet, dan was het dessert het lekkerste. Hou je van hartig, was het hoofdgerecht het lekkerste. Ik was het meest onder de indruk van de soep. Kijk. Dankjewel, Chuck. Ja. Jan Robberecht, voorzitter van Stadslandbouw van Ruitenburg. En daarom valt dus ook MOM Maaltijd op maandag onder jou. Dat is een van onze grote succesnummers, denk ik. Een heel goed initiatief waar iedere keer weer andere mensen komen. Ook voor mensen die het zeg maar niet kunnen betalen, dat die ook hier kunnen eten. Dat is wel ontzettend leuk. En dat je gewoon allerlei materialen en groenten van het land kunt gebruiken. Ja, prima. Echt een visitekaartje van deze organisatie, denk ik. We vinden het heel leuk om op die manier mensen gelukkig te maken en blij te maken. Die avonden die je dus gratis weggeeft, dat vind ik eigenlijk de mooiste avonden. Ja, dat snap ik. Doei! Doei! Fijne avond! Jullie ook allemaal! En MOM maak ik al een aantal jaren mee, eigenlijk al vanaf het begin. Nou, ik moet zeggen, hoogstaande kwaliteit. Je merkt dat het eerste gerecht door een chefkok is gemaakt. Dat is de vriendin van Arne Hoekstra, wethouder. Het benadert wel het niveau wat normaal gesproken hier bij MOM gebruikelijk is. Komt de kwaliteit van het eten ook een beetje overeen met wat jij kwaliteit in de raad zou noemen? Nou, nee. Dat is weer jammer. Die mag wel een beetje omhoog, maar misschien gaat het ook wel gebeuren met de aanstaande raadsverkiezingen. Volgende week woensdag 21 maart. Stem! Achter mij puft Marcia uit. De tafel is alweer helemaal schoon. Het was volgens mij een hele geslaagde MOM-editie met de politici. Ja, wil je ook een keertje bij MOM eten? Hou dan vooral de Facebookpagina in de gaten wanneer er weer plek is. Want ze zitten voorlopig alweer vol.